Ik ben Alexandra Tienpont, burgemeester van de gemeente Kortenberg. Ik zou graag binnen het jaar een zeer ambitieus meerjarenplan willen op poten zetten, waar dat we toch een aantal uitdagingen in gaan aangaan. En daarnaast denk ik dat we dringend werk moeten maken aan een fietspad tussen Kortenberg en Steenokkerzeel. En als dit dit jaar gerealiseerd wordt, ben ik al zeer tevreden. Binnen de 6 jaar zou ik heel graag gerealiseerd zien dat Kortenberg een zeer aangename gemeente wordt met een duidelijke communicatie, participatie, met aandacht voor duurzaamheid en een gemeente die terug herleeft, waar mensen echt het fijn vinden om te wonen en samen te leven. Ik zou het ook heel fijn vinden als binnen 6 jaar gezegd wordt, die Tienpont, die heeft dat goed gedaan. Een aanslepend probleem dat zich momenteel stelt in onze gemeente is eigenlijk voornamelijk communicatie tussen bestuur en inwoners. Er wordt wel eens gezegd, er is echt veel te weinig communicatie met het bestuur. Er wordt altijd maar beslist. Dus ik ga mij echt inzetten voor communicatie en participatie. Ik ga zeker niet de belastingen verhogen in onze gemeente. Dat is een belofte die we gemaakt hebben in onze campagne en waar ik mij ook wil aan houden. Daarnaast zal ik ook niet aan de zijlijn gaan staan bij het probleem van de luchthavenuitbreiding en de geluidsoverlast. Ik ga mij daar zeer hard voor inspannen.